belangrijke figuren uit de geschiedenis die hits zingen. Het is geen bizarre droom, maar een van de kunstwerken van GLOW. Het Lichtfestival is dit weekend onder grote belangstelling weer van start gegaan in Eindhoven en omgeving. Het is niet alleen pracht en praal, maar zet mensen ook aan het denken. Ik had even een moment dat ik dacht van wat mogen wij dankbaar zijn dat wij ons aan cultuur kunnen onderwerpen terwijl ze in andere delen van de wereld met elkaar de hersens inslaan. Ik ben al, ik denk, 40 jaar Eindhovenaar en ja, dit is wel iets zo bijzonders in Eindhoven. Wat ontstaan is... Gewoon lekker zo rondlopen, genieten, daar een kluwijntje of een chocolademerkje en dan even nagenieten, ja. GLOW wordt al sinds 2006 gehouden. Dit keer zijn de lichtkunstwerken niet alleen te bewonderen in Eindhoven, maar ook in Gelderop-Mierlo, Best, Waalre en Oorschot. De lat ligt dan ook hoog voor de organisatie om het Lichtfestival niet eentonig te laten worden. We vragen steeds aan kunstenaars, maak iets nieuws. En als je dat doet, dan krijg je continu nieuwe dingen. Ja, we horen en zien van alles, maar wat is het precies? Door middel van kleine explosies en die grote buizen die hier staan, wordt muziek gemaakt. Uiteindelijk hebben we die gekoppeld met drie zoeklichten uit de Tweede Wereldoorlog. En daarboven hebben we vloeibare lenzen gemaakt die we kunnen vervormen, waardoor het beeld in de lucht ook nog vervormt. Voor de gelegenheid zijn gebouwen, parken en pleinen omgetoverd tot kunstwerken. De bezoekers genieten met volle teugen, maar er is volgens hen ook ruimte voor verbetering. Ja, je loopt met de meute mee. Dat is een beetje jammer dat er iets niet zo goed aangegeven is. Maar goed, je komt er uiteindelijk toch wel, ja. Alleen bij die grote lichtstraal was een beetje heel raar. Ik ben te wachten op niks. Ik vind die kleine projectjes ook wel leuk, maar voor mij gaat het eigenlijk meer om dit soort dingen. Lichtfestival GLOW is nog tot en met aanstaande zaterdag te bezoeken.